allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. En komen kijken naar de zo lang verwachte film van Hoe leer ik mijn paard of pony plassen in de emmer. Ja, nou wil ik jullie natuurlijk het graag gaan leren en laten zien hoe je dat moet doen. Maar daar was een probleem. Al mijn paarden die konden het ook op commando, dus ik wist niet hoe ik dat moest eruit leggen. Dus er moest een nieuwe kandidaat komen. En uiteindelijk, na lang zoeken, hebben we één gevonden. En het is een Shetland pony van 10 jaar. En trouwens, een paardenpony is nooit te oud om te leren. Net zoals wij. Op alle leeftijden kan je dit aanleren. Dus onze nieuwe pony, die heet Luc. En die heeft binnen een week geleerd. Ik heb hem hier wel eerst 3 maanden op de stal gehad. Om hem, ja, een beetje te wennen aan de stal en aan de paarden om ons heen. Dus hij had alleen maar oog voor de andere paarden en er was nog geen aandacht naar mij. Dus dat zijn ook van die dingen waar je een beetje op moet letten. Maar als je een goede band hebt gekregen met je paard of met je pony, dan is het echt niet moeilijk om dit aan te leren. Het is eigenlijk best heel simpel. Het belangrijkste is dus je timing en de beloning. En niet te vergeten, wel geduld hebben. De ene paard of pony is wat sneller van begrip dan de andere. Dus wees geduldig, dan weet ik zeker dat het wel gaat lukken. Mocht er nog vragen zijn, of er zijn dingen waar je niet helemaal uitkomt, of iets niet goed begrijpt, jullie kunnen me altijd mailen en ik zal jullie zo snel mogelijk antwoorden. En misschien is het ook wel leuk om, als jullie echt met iets zitten of iets graag gedaan willen hebben, of beter uitleg bij willen hebben, dan maak ik daar een nieuwe film over. En dan wordt het meer in detail uitgelegd hoe je het kan oplossen of kan doen. Ik zou zeggen, kijk naar de film. En ik hoop gauw van jullie te horen hoe het is afgelopen. En ik weet zeker dat het jullie gaat lukken. Veel succes! Dag! Nou, hier is dan onze filmster Luc. En die is een Shetland pony van 10 jaar. En die gaan we proberen te leren plassen in de emmer op commando. Zo, ik heb strooisel allemaal op één plekje in de stal gedaan. En dat nodigt hem ook uit om te leren plassen op één plek. Waardoor het voor mij ook makkelijker wordt om Luc aan te leren op commando te plassen in de emmer. Dus, zo beginnen we dan. En als hij eenmaal klaar is met plassen, dan doen we de strooisel weer helemaal uit elkaar. En dan ziet er alles weer mooi en netjes uit. Zo, we zijn even buiten de staldeur gaan staan. En dan wachten we even. Hij gaat al een beetje in plaspositie staan. Dus moeten we even op wachten. Dan gaan we zo de staldeur open doen. Zo, dan lopen we heel voorzichtig naar binnen. En dan blijven we een beetje bij de ingang staan. Kijken wat hij doet. Oh, hij komt al deze kant op. Dus dan moet je onmiddellijk weer terug gaan. Dus de stal uitgaan. En dan maar even wachten weer wat hij doet. Zo, poging 6. We gaan weer even kijken wat hij doet. Hij gaat in de plaspositie staan, doet zijn staart omhoog. Dus wij gaan weer heel voorzichtig naar binnen. En dan even voorzichtig lopen en zeggen plassen. Goed, zo. Nou heeft hij eigenlijk al geplast, maar dat is niet erg. Hij blijft in ieder geval staan als hij de stalling komt. Dus dat is al belangrijk. Die emmer die komt later wel. Hij moet alleen nu leren blijven staan als hij heeft geplast. Ja, nou, Luc die komt nog steeds naar je toe als je de staldeur openmaakt. En dat, we moeten dus heel vaak oefenen, dus daar is weer geduld voor nodig. Zo, poging 8. Daar gaat hij weer. Hij gaat dus weer in plaspositie staan. Dan gaan wij daar maar rustig de stal in. Heel voorzichtig. Oh, hij gaat alweer kijken. Meestal komt hij dan. Ja, dan komt hij dus ook weer. Gaan wij weer de stal uit. Doen de deur dan weer dicht. En dan wachten we weer even op poging 9. Ja, hij draait zich weer om. En dan kan jij, zo gauw hij dat doet, weer even de stal in. Oeps, hij kijkt weer. Ja, dan is de timing nog niet perfect genoeg. Dus wij gaan weer de stal uit. En even wachten wat hij weer gaat doen. Ja, hij is hier even aan het bedenken van, krijg ik nou wat lekkers? Of wat is hij nu aan het doen? Ja, dat is hij ook gewend. Als je stal binnenkomt, krijgt hij altijd zijn eten. Dus dat denkt hij nu ook. Maar die onderscheid, die moet hij even leren kennen. Maar hij moet heel nodig, dus ik denk dat hij dat nu wel heel snel gaat doen. Ja, en juist, hij doet het ook al heel snel. En dan zeg ik dan alvast, ga maar plassen.
Luc, plassen, goed zo. Ja, die commando doe je even nog een paar keer herhalen in het begin. Naarmate die je al heel goed doet op commando, hoef je dat dus niet meer zo vaak te herhalen. Zo, en het is wel belangrijk dat hij natuurlijk zijn beloning krijgt. Goed gedaan, Luc. Zo, dagje 6. En Luc heeft al best al wat vorderingen gedaan. Hij komt tenminste niet meer zo snel naar je toe lopen als je met de emmer de stal in komt. Zoals je ziet is hij gewoon al een plekje aan het zoeken om te gaan plassen. En in die tussentijd zeggen wij al, dus dat doe je eigenlijk al zo gauw je de stal ingaat. Begin je al commando te geven, plassen, plassen. En dan, dan ga je wachten totdat hij dit doet zoals je dit nu ziet op de film dan. Hij is nog even rond aan het draaien van ja. Wat moet ik nu? Moet ik dan toch plassen of krijg ik eerst nu lekkers? Hij doet het aardig, moet ik zeggen. Het gaat best wel goed. Kijk, daar gaat hij plaspositie. Nou, kijk, hij plast dus al. En dan vang je dat weer even op. En dan zeg je, goed zo Luc, goed gedaan kerel. Hè? Ja, heb je goed gedaan. Krijg je zo weer lekkertje, hè? Ja, kom maar hier. Dan krijg je weer lekkertje. Nou, en dan ook heel goed belonen weer. En we zijn al aardig op weg. Dat was even mijn vinger, dat was dus niet de bedoeling. Maar ik ben tevreden. Zo, dan zitten we alweer op dag 7. En ik ben heel tevreden. We hebben de stal, lekkere strooi is al helemaal gespreid. Dus hij heeft ook al leren plassen op één plek. Hij is nu nog steeds een beetje aan het zeuren voor wat lekkers. En dan, hij denkt, ik krijg eerst lekkers. Maar ja, hij moet eerst leren wat te doen voor zijn lekkers. Ja, dan moet je hem af en toe even een beetje wegduwen dat hij dat niet mag doen. Dus ik ga nu weer commando geven dat hij moet gaan plassen. Kom maar Luc, ga jij weer plassen? Dus ik laat even de emmer zien. Ik zeg kom. Even plassen. Nou, hij gaat dus al een beetje draaien, zijn plaspositie inzetten. En je ziet dat hij ook weer netjes in het midden gaat staan in zijn plaspositie. Kom maar plassen Luc, kom maar plassen. Ja, even zoeken hè. Goed zo. We staan. Keurig. Nou, en zoals je ziet begint hij al te plassen weer. En met dronder, we vangen het weer even op. En het voordeel hiervan, je stal blijft ook zo lekker schoon. En het ruikt ook helemaal niet naar urine. Goed zo, Luc. Goed gedaan. Ja. Dus ik vind dit wel... ik ben hier best wel tevreden met hem. Hij doet het hartstikke goed. Hij houdt het ook op totdat ik kom. En dat... mooier kunnen we niet hebben. Ik vind dat hij het al heel snel heeft geleerd. Er zijn nog een paar kleine dingetjes dat we op de i moeten zetten, puntjes op de i moeten zetten, maar het gaat prima. Hey, goedemorgen Luc, daar zijn we weer. Kom je even plassen? Kom maar, ga maar plassen. Nee, we gaan nog niet naar buiten, je moet eerst even plassen. Huh? Doe maar. Kom maar plassen. Ga maar netjes plassen, kom. Mag strakjes naar buiten. Eerst even plassen. Kijk, zoals je ziet, heb ze stal nog hartstikke netjes. Meestal gaat hij ook aan dat hoekje, gaat hij meestal plassen. Het komt ook wel voor dat hij even omdraait, dat hij andersom gaat staan om te plassen. Waarom hij dat doet, heb ik geen idee. Kijk, daar komt hij weer. Moet je plassen? Kom maar plassen. Ja, goed zo. Doe maar. Hij gaat dus weer in plaspositie staan en dan... gaan we dat weer opvangen? Nou jongens, ik vind binnen die 8 dagen dat Lucie het uitstekend doet. Hij is een van mijn snelste leerlingen. Nou, ik hoop jullie dit allemaal gaat lukken na het zien van dit filmpje. En mochten jullie nog vragen hebben achteraf, jullie kunnen altijd mailen. En ik zal jullie zo snel mogelijk antwoorden. Zijn er nog andere dingen wat je wil weten of zien of... Schroom je niet om dat maar op te schrijven en ik probeer daar een extra uitzending van te maken.